Oh, ik loop hier nou al de hele dag. Het begint ook weer avond te worden. En ik ben ook helemaal vies. Ik ben helemaal moe. Ah, beter is hier eventjes een hotel in de buurt. Oh, is dit een hotel? Eens even kijken. Wat is hier binnen? Is hier iemand? Hallo? Hallo? Hoi, kan ik u helpen? Oh ja, zeker. Ik zou graag een kamer willen reserveren. Wilt u de goedkope kamer of de dure kamer? Ik wil graag de dure kamer. Trouwens, de reden waarom ik hier overal camera's heb hangen, de laatste keer werd er hier een computer gestolen, dus vandaar. Oh, het is niet echt fijn dat er een computer wordt gestolen, nee. Hoeveel geld moet je daarvoor hebben? $150 per nacht. Oké, ik denk dat ik één nachtje ga blijven. Dan kan ik even ook rondkijken in de stad. Ik snap alleen niet. Kan jouw pinautomaat aan? Want ik kan jou niet geld geven. Ja, mijn pinautomaat staat al aan. Oké, eens even kijken. Hij werkt niet. Hij werkt wel, kom op. Nee, hij werkt niet hoor, meneer. Wacht even kijken. Ja, nu moet hij het doen. Nu moet hij het doen. Nee, het werkt niet. Weet je wat? Dat handelen we later wel af. Mag ik graag mijn kamer zien? Wacht, 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 wacht. Ik heb even één vraagje, ja? Zeg het eens. Heb jij überhaupt nog geld? Ja, ik heb geld. Waarom betaal je dat niet? Waarom werkt die pinapparaat niet? Omdat die pinapparaat niet werkt. Het is jouw pinapparaat. Jij weet hoe dat ding werkt. Ik zeg net, je moet gewoon op het knopje drukken van mijn naam en dan kan je mij geld geven. Sorry meneer. Ik hou een beetje afstand, want ik stink helemaal. Geef me maar nu maar een kamer. Oké, is goed. Nou, kom maar mee. Oké, ik zal meekomen met u. Doe er wel even een mondkapje op, want dat zijn helaas de nieuwe coronaregels. Oh, ik heb geen mondkapje bij me. Ja. Maar ik ga straks erop uit in de stad, dus ik ben niet heel lang hier. Nee, oké, maar je kan zeg maar naar je dinges gaan. Ja, ik snap het wel. Naar je kliniek of gaan. Ik weet niet of je dat weet of niet. Ik weet niet of ik daar een mondkapje heb liggen. Ja, ik zou het nog wel zien. Maar ik heb mijn bagage nu niet bij me. Waar heb je die dan? Ja, weet ik veel. Volgens mij heb ik die ergens vergeten bij het vliegveld of zo. Oh, wacht. Dit is de reden waarom ik niks zie op die camera. De camera zit door het plafond heen. Oh, Leuk. puh. Er hangt hier ook een camera boven de grond. Ja, dat zeg ik net. Oké, dat is ook niet heel handig, meneer. Hier een zoekkamer. Oké, oh. Zo, hé. Hij ziet er wel aardig luxe uit. Mooie Hier komt boekenkast, mooi bureau. Mooie grote tv. de badkamer. Oh, die ziet er ook wel lekker mooi uit. Nou, veel plezier met die nieuwe kamer. Als je een activiteit wilt doen, dan laat me maar even weten. Maar mag ik de sleutel? Ja, hier heb je de sleutel. Wacht even hoor. Oh, ja. Je hebt een hele grote sleutelbos, zie ik al, dus. Wacht even, ik heb heel veel sleutels bij me. Wacht even. Ja, ik heb hem. Oké, dankjewel, Doei. hè. Doei, meneer. Oh, ik stink helemaal. Ik denk dat ik maar even in het bad ga. Ah, dat lucht alweer een beetje op. Laat ik maar even onder de douche gaan staan. Ik denk dat dat wat beter is. Ah, even lekker met zeep. Ik heb nog nooit zo'n leuke tijd gehad. Ik vraag me ook wel af wat er allemaal in de stad te doen is. Ik denk dat ik dat zo meteen ook even ga vragen aan de medewerker. Zo, ik denk dat ik nu wel schoon genoeg ben. Ik ben nu wel mooi opgefrist. Laat ik eens even kijken wat deze kamer te bieden heeft. Weet, als je op de gang loopt, doe dan wel alsjeblieft een mondkapje op. Oh, ik krijg nu een omroep, hoor ik nu op de gang, dat ik een mondkapje op moet doen in de gang. Ik heb alleen geen mondkapje bij me, dat is ook niet heel handig. Ik ga eventjes tv kijken. Kijken of de bed natuurlijk lekker ligt. Zo, die ligt best wel lekker. En als laatste wil ik natuurlijk wel weten, zet de tv maar even uit. Dan wil ik natuurlijk wel eens weten of deze stoel lekker zit en of deze computer werkt. Gaat dat ding aan? Hoe werkt het ding? Hoe krijg ik hem aan? Oh, weet je wat? Laat het maar zitten. Ik ga wel eventjes kijken wat er nog meer in het hotel is. Laten we even naar beneden gaan lopen. Even kijken of de hoteleigenaar is. Meneer? Meneer? Bent u hier bij de... Oh, Ja, ja. ik ben er.
Hoi. Ja, ik zat even de pauze, maar vertel. Ja, mijn computer werkt boven niet. Waarom is dat zo? Dat komt denk ik omdat de computers afgesloten staan in verband met dat ze steeds gestolen worden. Oh, oké. Nou, dan in dat geval wil ik wel eventjes naar het restaurant, want ik heb al wat honger gekregen. Oké, nou, komt er wel mee. Nou, dan zou ik wel eens even meelopen. Hier is het restaurant. Oh, hoe laat is het eigenlijk? Ik heb geen idee, ik kijk wel even naar buiten. Ik kan het meestal wel aan de zon zien. Oh, het is net weer ochtend. Ik heb wel zin in een koffietje. Oké, maar ik heb even... Dit is het restaurant, neem maar een plaats. Het ziet er wel vrij leeg uit hoor, meneer. Is dit nog in aanbouw? Ja, dat klopt. Het restaurant is nog een beetje in aanbouw, dat klopt. Want ik heb niet alle gasten meer op, natuurlijk. Maar dat wordt binnen een weekje of twee is het hier klaar. Oké, nou dat is fijn om te horen. Zou ik zelf koffie mogen pakken? Ja, dat mag. Oké, dan ga ik eens even... Maar daarna wil ik wel dat u een tafel gaat kiezen. Want het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling dat u hier bent. Ja, oké. Ik zal eventjes wat koffie maken. Oh, die koffiemachine doet het ook al niet. Jongen. Meneer, die koffiemachine doet het geen eens. Kijk, jawel hoor, kijk maar. Ik heb een lekker koffietje. Maar waarom doet hij bij mij niet dan? Is hij afgesloten of zo? Nee, hij doet het wel. Maar ik denk dat je op de verkeerde knop drukt, meneer. Ach, weet je wat? Laat het ook maar zitten. Ik ga een tafel uitzoeken. Breng me maar een hotdog of zo. Oké, is goed. Lekkere plekje. Ja, dit is wel echt heel leeg hoor. En daar een zwarte muur. Deze blauwe muur. Ik weet niet echt wat ik hiervan moet vinden. Hier staat ook niet echt heel veel decoratie of zo. Misschien is dit keertje een idee om de hoteleigenaar te helpen. Ik ben ook nog helemaal moe, want ik heb nog geen koffie gehad. Maar ja, als die koffie zet op... wat is die daar aan het doen? Hallo meneer, ik heb uw eten klaar. Oh, je bent er al. Oké. Okay. Weet ik veel, doe ik normaal gesproken ook altijd. Dat is een traditie. Oké, een traditie. Alsjeblieft, meneer. Je hebt hem aan de andere kant van de tafel gezet. Is dat zo erg? Ja, dat is heel erg. Dank u wel, hè, meneer. Eindelijk iets wat wel kan. Mijn bord gaat een beetje door de tafel heen, maar hopelijk vindt de eigenaar dat niet heel erg. Een lekker hotdogje was dit, zeg. Dit bord... Hallo, meneer? Ja, dat ding is een stuk. Ik moet een nieuwe kopen. Ik heb hier een bord voor jou, meneer. Ja, zet maar hier neer. Zou ik dat even hier neerzetten? Ja, zet maar gewoon neer. Ik ruim het wel op. Oké, dan zet ik hem wel eventjes hier neer. Het probleem is, ik probeer de hele tijd op het ding te klikken, maar het werkt niet. Waarschijnlijk omdat het een bug is of zo, want... Ja, ik heb ook nog steeds random een keukenmes in mijn hand om te snijden. Maar meneer, ik vraag me wel eens af, wat is er allemaal te doen in deze stad? In deze stad? Kom maar even zitten, dan leg ik je maar even uit wat we allemaal kunnen doen. Oké, ik ga wel even tegenover u zitten. Hopelijk vindt u het niet erg dat ik over uw stoel loop. Zeg het maar eens. In deze stad hebben we onder andere een burgerzaak, daar kunt u ook werken. We hebben ook een ijssalon. Oké, lekker. En we hebben ook een jachthaven in deze stad. Dan kunt u, stel dat u een keer geld heeft, kunt u een boot kopen. U mag ook een keer bij mij op de boot. Dat vind ik ook niet erg. Oké. En er is volgens mij ook nog een taxibedrijf. En er is eigenlijk van alles. Maar meneer, ik hoorde ook dat hier een zwembad was in de stad. Kunt u me daarheen brengen misschien? Ik heb namelijk geen auto bij me, want ik ben hier zomaar heen komen lopen. Het vliegveld is namelijk heel ver hier vandaan. Maar er waren niet zoveel huizen nog in deze stad. Dus ik ben blij dat ik jouw hotel heb gevonden. Oké, maar ik heb even een vraagje. Ja, zeg het eens. Waarom zou je naar de zwembad in de stad gaan, als ik zelf ook een hele grote zwembad heb? Dan wil ik ook wel eens even kijken. Kijk eens. Zo, de judy is groot, zeg. Ja,
Waarom heb je van die vliegende banden? Die banden zijn aan het vliegen, hè? De winkel had er een keer de lucht erin gedaan. De winkel had helium erin gedaan. Dat lijkt me ook niet zo handig. Kunt u me even alleen laten, meneer? Dan ga ik even zwemmen. Is goed. Ik ga zwemmen. Nee, niet copyright. Alsjeblieft niet. Oké, doei. Doei. Oh, ik zit ook weer met mijn kleren te zwemmen. Ik ben ook zo handig, hè? Laat ik maar eens even... Oh, ik spring tegen het dak aan. Laat ik maar eens even gaan kijken of deze stoelen lekker liggen. Waarom kan ik niet op deze stoelen zitten? Breken ze dan of zo? Weet je wat? Het zal wel. Ik ga even op dit vliegende ding zitten. Beter zakt die dan niet door. Ik zit erop. Hij zit erop. Best lekker. Alleen een beetje raar dat hij in de lucht vliegt. Nou ja. Ik ben weer helemaal nat. Oh nee. Meneer, wat doet u daar achter die deur? Hallo? Meneer! Hallo! Ik had een blackout ofzo, ik weet niet wat ik heb. Dat heb ik af en toe, ik val af en toe random in slaap. Oké, maar kunt u me dan morgen naar de stad brengen? Dan ga ik nu al eventjes in mijn bed liggen, want ik vind het wel weer mooi geweest. Nu al? Het is 1 uur 's middags. Ja, maar ik ben de hele nacht op geweest, weet je wel meneer. Oké, dan gaan ze naar uw bed en dan zie ik u morgen alweer. Nou, dan ga ik maar naar bed denk ik dan maar, hè. Nou, toedeledokie, hè? Doei. Oké, ik ben ook weer helemaal moe. Ik ben ook de hele nacht wakker geweest. Volgens mij was dit mijn kamer. Ik denk dat ik maar lekker op bed ga liggen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet het dan zeker niet te belonen met een duimpje omhoog. Willen jullie vaker dit soort roleplay video's zien? Laat het dan zeker weten in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later!